Vandaag ging ik ghost hunten in een verlaten kasteel in België. Want ik zie altijd bij andere YouTubers dat dit doodeng is. Maar is het wel zo eng? Dus ik reed helemaal naar België, omdat ik daar had afgesproken met Bianca en Maurice. Zij zijn twee echt ervaren spookjagers en hebben dit al heel erg vaak gedaan. Dus zij hadden deze plek uitgekozen in Groependonk. Hi. Ik zet hem even ernaast, want jullie moeten bij ons in bewaken. Oh, oké. We moeten met hun mee. Mijn moeder heeft me altijd geleerd om niet in te stappen bij vreemden. Maar ja, je moet er toch iets voor over hebben om spooken te jagen. Ik ben heel sceptisch. We hebben liefst de sceptische mensen mee. Ik zeg altijd zo, het is net als vissen. Je kunt een dag kun je helemaal niks hebben en je kunt een dag dat er van alles gebeurt. Er is alleen heel veel melding van dat dit een echte spooklocatie is. Waar kreeg je zo'n melding dan? Staan die eigenlijk meestal onbekend. Dat gaat via het internet, gaat dat heel erg te ronden en zo. Na een klein stukje rijden en lopen waren we aangekomen bij de locatie waar we nog moesten inbreken. Dat gebouw daar, bij de ingang. Zagen die ons? Ja, niet zo'n klein beetje. Oh, echt waar? Oh shit. En dit is cameraman Puk. Hij is ook mee, zodat we vandaag echt goed kunnen vastleggen hoe eng dat spookjagen wel niet is. Pik. Maar eerst, laten we even rondkijken. Dat is wel ziek, dit. Voel je al de aanwezigheid? Zo. Maar vertel, hoe werken jullie? We kennen deze locatie helemaal nog niet. Okay. Dus ook wij moeten hier een beetje gaan scannen. Scannen doen we met de K2-meters. Dat zijn meters die niet een spook opmeten. Ze meten een magnetisch veld. Zoals je ziet in dit huis kan in principe geen magnetisch veld zijn. Dus okay. Op het moment dat we dus zo'n uitslaande meting hebben, dan kunnen we eventueel verder gaan kijken. Ja. Dit is een met een geluid, met een piepje. Het enige wat je hoeft te doen is het vast te houden en rond te zwaaien. Maar waarom gaat u niet gewoon in een mooi huis wonen als een spook? Omdat spoken meestal aan het achterblijven omdat ze nog een verhaal te vertellen hebben of het willen afmaken. Dus ze blijven altijd wel maar een reden achter. Nou, dus hier wilden ze niet blijven, denk ik. Oh, dit. Ze hebben met zo'n bord. Hey, goodbye, ja, nee. En dan allemaal van die. Hebben jullie dat ook wel eens gedaan? Nee, dat doen we ook niet. Nee, hoezo niet? Niet omdat het daadwerkelijk gevaarlijk is, want wij geloven niet in demonen en zo wat allemaal. Daarmee roep je natuurlijk wel uit je omgeving alles aan wat je niet thuis hoort. Je had ook gewoon even kunnen zeggen dat het eng is. Als jij eng bent, hier is niks, dan gaan we naar de volgende. Hallo, ik ben Jeremy en welkom in mijn crib. Kom, ik ga het je laten zien, kom. Dit is de Mona Lisa. En dan komen we hier aan in de Riante woonkamer. Ik heb echt vooral gedacht een beetje aan de indeling. Lekker mooi. Oh! Oh. In ieder geval een mooi plekje naar beneden zo. En dan daar moet nog een beetje opgeruimd worden. Nou, net hier, de binnenkomsthal. Mooie uitkijk op de tuin hier. Hoe handig is het nou als je meteen voor het eten kan roepen naar de slaapkamers boven? Nou, hier is de kelder. Daar hoeven we niet per se heen hoor. Dit is misschien wel een van de mooiste features van het huis. De skylight. Dit is de rolstoeltrap. Kan je heel makkelijk dan omhoog met een rolstoel. Ik had dat niet helemaal op beeld. Oh. Nou, hier is de trap. Dit is de tweede shot. Hier ging het een beetje mis. Ik dacht, leuk, carport, weet je wel. Ferrari zo binnenzetten. Wil je dit niet filmen alsjeblieft? Want dit moet ik nog opruimen. Wil je dit niet filmen alsjeblieft? Nou, genoeg lol gehad. Ik denk dat het tijd is om te doen waar we echt voor gekomen zijn. Spokenjagen. Wat we gingen doen is de meters neerleggen en kijken of we contact konden leggen met de spoken door echt direct met ze te praten. Wat flink ongemakkelijk is. Hallo. Als er iemand is, wil je dat lampje aanraken. Zou het kunnen dat ze onze taal niet spreken? Dan moeten we het in het Vlaams spreken. Allee, kun je even dat lampje aanraken? Kijk, maar misschien doe ik het fout. Kunnen jullie niet eens proberen? Ik ben niet experienced genoeg. Als er hier iemand is, hier liggen twee apparaatjes met groene lampjes. Zou je zo'n apparaatje kunnen aanraken? Apparaatjes die doen jou niks. Dan gaan alleen andere kleuren lampjes branden. Dan weten wij dat je er bent en dan kunnen wij met jou praten. Ik ga even een paar triggerballs neerleggen. Dit zijn balletjes die afgaan op het moment dat ze bewegen. Dit zijn gewoon
In principe die kattenspeeltjes, ja. Nou, voel je geroepen. Als je het makkelijk vindt om zo'n balletje aan te raken, dan mag ook, hè? Spoken, laten we het eventjes voorop stellen, weet je. Je moet niks. Wil jij niet wat zeggen tegen ze? Spoken, laat je even horen, alsjeblieft. We hebben veel te lang hiervoor gereisd. Dankjewel. Oh, dat moeten ze wel bedanken. Dankjewel. Doe eng zijn wij niet, nee. Wij willen gewoon weten of er iemand hier nog is. En wat je verhaal is eventueel. Nou, ik ga niet liegen. De spoken in deze ruimte waren niet heel erg happerig. Dus Maurice stelde voor dat we het even in een andere ruimte gingen proberen. Ik voel hem nog niet echt. Normaal is het ook een beetje de combinatie van dan spoken jagen en dan de locatie. Maar ze... Wel plezant. Plezant alleen? Is het niet plezant, hè? Zeg ze. Maar het komt ook omdat het nog licht is, hè? Oh, dat was een auto. Ik dacht dat ik iets zag, maar het was een auto. Ik heb de SLS-camera aanstaan. We zien een stickfigure. Oh, hij ziet dan figuren. Die waren Fortnite-spelers, denk ik. Ja, ik denk dat die inderdaad... Zijn aan het emote. Ja, dat is wel emote. Nee. Ze zijn lekker aan het dansen. Ja, noem. Je hebt ze weggejaagd. Nou, dat zijn het toch. Ik jaag altijd alles weg. Is dat ook echt een trend dat hij dan alles wegjaagt? Ja. Oh, echt waar? Ja. Maar waarom dan? Ik denk de uitstraling die je zelf afgeeft. Nou, Betty. Oh, jullie hebben een konijn mee. Ja. Hey, soms moet je ook gewoon dingen bedenken om ze misschien juist het makkelijker te maken om iets aan te raken. Bijvoorbeeld dat hebben we bedacht omdat we wel eens vaker... kinderen, idee hadden dat er kinderen waren of zo. En daar zijn ze dan misschien minder bang voor. Dus dan maken we zoiets in de vorm zoals zo'n beertje. En dan hoop je dat ze misschien daar wel aan durven te komen. Kom eens even naar beneden en raak dat lief klein konijntje daar eens even aan. Wilt het niet? Een rondje kijken, ja. Of ze misschien wat kunnen vangen. Yes. Nou, we hadden niet heel veel geduld, dus hij ging even een rondje lopen om te kijken of we nog wat konden opvangen. Ik moet wel zeggen, als het nu wat donkerder wordt, wordt het wel wat meer, ja, spooky. De vibe verandert ineens wel een beetje. Nou, ik ving hier net wel wat op, namelijk spook. Als je hier bent, ik heb een apparaatje. Ja, als je hem aanraakt, dan weet ik waar je bent. En toen we weer terugkwamen, had Maurice weer iets nieuws erbij gepakt. Dit is op zich... een apparaat waar je eigenlijk niet mee kunt faken. Want heel simpel, er zit alleen een sensor in. Die maakt een bolletje hier rondom. Zodra je in de buurt komt, gaat hij af. Maar hij staat ook met een mug of zo, als hij langs. Mug gaat hij niet af. We hebben het getest ook met visdraden ook weer en zo wat allemaal. En dan gaat hij gewoon niet af. Maar ik heb niet het idee dat we hier heel veel respons gaan krijgen. Nee. Kan ook zijn omdat dit ook voor ons de eerste keer is. En dat wij, ja, hier moet je natuurlijk eerst eens even gaan kijken van waar zit wie, hoe of wat. Of zit er überhaupt iemand? Kan ook gewoon een keer niet zit zijn. Zit er wel altijd, zeg maar, als je op een plek komt, op dezelfde plekken dezelfde mensen? Tot nu toe zijn we wel, je kunt een patroon herkennen. Dat kleine huisje waar jij heen liep en zo, zou dat ook nog wat kunnen zijn? Dat kunnen we nog altijd testen. Dus we gingen weer verplaatsen naar de andere kant van het gebouw. Daar wonen gewoon mensen. Die wonen gewoon naast een spookbos. Zelf was ik helemaal mijn oriëntatie kwijt in dit gebouw. En naast dat het verboden was om hier te lopen, was het ook wel heel erg interessant. Ik snap dat je vooral gewoon een vervallen gebouw ziet. Maar het is wel gewoon heel erg bijzonder dat zo'n gebouw gewoon nooit is weggehaald. Ik probeer ook een beetje... eruit op te maken hoe dit gebouw in elkaar zat. Maar ik begrijp de indeling ook gewoon even niet. Nee. Dat is een hele rare indeling. Hier zit wel nog echt, zie je de... De behang en zo. En zo zie je hier nog helemaal zitten. Wat zouden we nog kunnen doen om de geesten te triggeren? We kunnen ook gewoon echt iets onaardigs zeggen of zo. Kunnen we een haltje vertellen met zo'n zaklamp zo? In een donkere nacht. Oh. Oh. Breek ik mijn nek. Breek Bianca de nek. Ik heb wel zin in. Ja, waar heb ik zin in? Cheeseburger. Nou, een Belgische wafel. Hoe? Zo. Met chocola? Of zonder chocola? Zo. Oh. Zo. Warme wafel. Een Belgische wafel met aardbeien en... Bianca heeft smaak. En slagroom en een bolletje. Juist, ja, dan praten we ergens over. Ik zeg wel zo van, al ga je ongezond, dan ga je niet compenseren. Dan moet je wel gewoon, dan ga je ervoor. Ja. Zo. Dit is echt zo'n Tarzan-liaan. Ja, echt hoor. Nou, ga je gang. Nou, maar ik denk als ik daaraan trek, dan komt heel dat plafond naar beneden. Denk je dat ook niet? Maar echt. Ik ga er niet aan zitten. Nee, dan ben ik dood. Nee, ik wil wel nog leven naar huis komen. Ik ben nu ook gewoon... volwassen, weet je wel, en... Dat gaan we echt niet doen. Ik ben wijs. Dat gaan we echt niet doen.
Oké, er was nog één poging die we konden doen om contact te leggen met de spoken. Bianca ging met een koptelefoon en een bepaalde app die heel snel door radiozenders skipt, de woorden herhalen die ze daaruit kon opmaken. En dat zouden dan de spoken zijn die communiceren met ons. En zo klinkt dat ongeveer. Zes. Zijn jullie hier met zes? Hulp. Ja. Waar ben je? Boven. Boven? Nou, daar kunnen we niet heen. Hier. Hier. Hoe oud ben je? 17. 17? Oeh. Heb jij hier gewoond? Ja. Oh. Oeh. Ik moet eigenlijk geïnteresseerd doen, dat heeft mijn moeder geleerd, maar ik weet eventjes niet wat... Doe alsof je op date bent. Heb je hobby's? Normaal is het eigenlijk. Ik weet niet, het is niet wat het hoort te zijn. Soldaat. Was je een soldaat? Twee. Hij was twee soldaten. Ben je in de kerk? Ja. Oeh. Moeten we daarheen komen? Ja. Maar dat doen we niet. Vooral niet als je zo'n stem gebruikt. Heen? Waarom moeten we daarheen komen? Ze proberen ons te lokken. Kom. Nee. Maar we doen nooit wat ze zeggen. Vooral niet met zo'n stem. Kom. Bianca laat ook dat wat ze hoort, ook in de intonatie. Wat soort zegt ze dan ook. En dat klonk wel vrij agressief en dat doen we dan niet. Dat gaan we niet doen. Ik kreeg de koptelefoon ook nog heel eventjes om te kijken of ik er misschien wat uit kon ophalen. Ik zal hem langzamer voor je laten gaan. Ja. Dat is vaak wat makkelijker. Als voor jouw gevoel het belangrijk is dat je dat zegt, dat moet je zeggen. Klik. Gewoon roepen wat je hoort. Roep maar gewoon eens wat je hoort. En waar ik dus later achter kwam, is dat degene met de koptelefoon op dus de vragen niet hoort. Ik kan er niet echt wat uit ophalen. Ik heb ook echt nog niks gehoord wat ook maar een beetje op een woord lijkt, zeg maar. Puk die mocht ook nog heel eventjes proberen, maar dat was ook niet zo'n succes. Ik kon er niet echt woorden verder uit opmaken. Ik denk dat ik gewoon één keer nee heb gehoord en één keer ja. Hoorde je dat ook echt duidelijk? Want ik heb echt uit geen... enkel iets misschien. Ja, die nee hoorde ik wel echt duidelijk en die ja hoorde ik een beetje als een soort yeah. Nou, voor ons gevoel hadden we wel alles geprobeerd en liep het spookjagen een beetje op zijn einde. Helaas hebben we niet echt de full experience gehad waar we naar zochten, maar we gingen weer op zoek naar de uitgang. Zo, ik zie door mijn eigen lamp gewoon niks. Ik flashbang mezelf. Nou, dat was hem. We hebben het overleefd. Ik heb meer het idee dat hier de geesten nu zijn. Ja, echt hoor. Zo mistig. Bianca en Maurice zijn sowieso toppers, want zonder hun hadden we dit überhaupt niet kunnen doen. We werden nog even netjes naar onze auto gebracht en na het gedag zeggen stapten we weer veilig in onze eigen auto. Nou. Nou, dat was hem. En wat denk je? Zijn spoken echt?